Hele goeiemorgen, jongens. Ik ben net een paar uurtjes wakker. Ik doe nu zo'n dutje. En ik heb even ontbijt besteld. Want DAF is even naar een afspraak. Omdat wij hier gaan kijken naar appartementen. Ik ben gewoon elke keer als we hier zijn gewoon zo impressed. En I love it here. En ik wil hier echt heel graag een huis. Dus dat gaan we werkelijkheid maken. Vio gaat nu een paar projecten checken. Die binnen nu en 2 jaar klaar kunnen zijn. Nou, dat is iets wat wij willen doen. Ook omdat de huizenmarkt in Nederland ook gewoon echt vet kut is. Dus ja, hebben we liever hier een huis. Sowieso dat we altijd er naartoe kunnen gaan. Nou, ik heb dus besteld bij The Breakfast Shop. Als je in de Marina verblijft, kun je het gewoon hier bestellen. Ik ga jullie zo laten zien wat ik heb gehad. Nou, ik heb een soort van chun-achtige broodje besteld. Het is kip met omelet. Bananenbrood, gewoon om te hebben. En voor Eden, hij slaapt nu. Als hij wakker wordt, krijgt hij fluffy paddenkoekjes. Dat is wel veel. Vind je lekker? Nou jongens, ik had jullie dus gisteren verteld toch over die app. Waar je dus als influencer gratis kan eten en weet ik wat allemaal. Dus ik en Jamil hadden gisteren op die app naar events gekeken. Dit is trouwens mijn account. Het heet The Secret Society. Weet je, als man zijnde, als je met je vriendin naartoe gaat, of als je als 2 vriendinnen naar Dubai gaat, dan is het leuk om deze app te gebruiken. Maar we hadden dus helemaal een afspraak gemaakt bij een restaurantje. En we komen daar en ze zeggen, nou, sowieso minimum spend 200 dirham per persoon. Dus dat is 50 euro per persoon. Maar voor het eten is dat nog wel gewoon redelijk. Maar van het huis voor dus 4 voor promo's en weet ik veel, een positieve recensie op Google, kreeg je dus 3 drankjes en 1 appetizer. Dus dat betekent, we waren ook met z'n 4, hè. Dus je krijgt dan 3 drankjes en 1 bakje patat. Nou, sorry, maar daar ga ik het niet voor doen, hoor. Maar voor mijn volgers, die, voor mij doen ze vanaf 20.000 volgers al. Kan je jezelf aanmelden. Als je dit kijkt en je denkt, nou, ik ga binnenkort naar Dubai. Ik heb meer dan 20.000 volgers. Ik zou zeggen, meld je aan. En je komt de aanmerking voor allemaal activiteiten. Kan je dus gratis naartoe kan gaan. Nou, dat broodje. Oh my god. 10 out of the 10. The Breakfast Shop. Nog nooit van gehoord. Dikke aanrader. Ik ben gisteren naar Nijs toe gegaan. En ik heb allemaal mooie abaya's gehaald. Op een gegeven moment zei Daf, nu is het klaar. Toen mocht ik geen nieuwe meer shoppen, want hij was helemaal zat. Maar als je het aan mij had overgelaten, was ik daar tot vannacht. Nou, deze dacht ik, die is wel leuk voor thuis. Ik vind het echt een heel leuk patroontje hebben met veertjes en bloemetjes. Helemaal top. Ik heb er in totaal 4 gehaald en we gaan ze even allemaal passen. En ze hebben ook allemaal een hoofddoek erbij. Alleen, ik vind het zo jammer dat die altijd zo dun en doorschijnend is. It's giving class. Classy. Ja. Nou, this is the vibes. Deze is echt zo mooi. Ik heb deze thuis al in het donkerblauw. Maar toen ik thuis kwam van vorige keer, dacht ik, nee, ik heb echt spijt dat ik niet meer heb gehad in dit model. Dus that's why I'm here now. Ik heb hem nu gehaald in het zwart. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik hem in het groen had gehaald. Dus die man heeft een verkeerde kleur gegeven, but. Nou, dit is denk ik één van mijn favos. Gewoon lekker in pink. En hier achter aan de binnenkant heb je dus zo'n touwtje die je er zo vast kan knopen. Maar ik ben echt te lui om dat nu even te doen. But I love it. Really love it. We zijn dus nu bij een mega kindermuseum. Ik dacht het is leuk voor iedereen. We zijn ook met kennis van ons, die heeft ook een klein kindje. Dus we gaan lekker naar het museum. Het is echt super leuk hier en ik ga jullie meedoen.
iPod do it instead. It done man wrong, where are they now? Nowhere to be seen. Dit zijn dus demo woningen, dit zijn geen echte huizen. Dit is gewoon echt midden in een bedrijf. Maar we zijn dus nu een beetje de woningen aan het kijken. En wat echt top is, is dat elke slaapkamer een eigen badkamer heeft. Deze ook. Zo netjes. Kijk, het huis is gewoon midden in een bedrijf met allemaal andere kamers. Get the same energy as it pull up in your room. Helemaal in love. Het is echt cozy en cutie hier. Deze krijgt voor mij een dikke 10. Kijk even hoe Chachi Versace eruit ziet, hè. We komen in de tijd van gaan. Kijk jongens, wacht, dit is zo mooi. Een bellen behind. Hoe zeg je dat? Hier liggen ook nog allemaal dingen op het balkon. Ik weet niet of je dat graag mee wil. Gilebba en... Oh, een broekje. Jongens. Oh ja, zo'n broekje. Oh, die moet ook mee. Jongens, dit is echt een voordeel van Dubai. Dus zodra je een taxi bestelt, kijk hoe snel. 2 minutes. 2 minuten. Bij mij reden ze elke keer verkeerd. Staat ja, 2 minuten, je moet pick-up location van het hotel moet je de pick-up location intikken. Maar het is wel echt super handig dat als je een taxi bestelt, dat je binnen 1 minuut, 2 minuut. Aan de ene kant ben ik ook weer blij om naar huis te gaan. Het was wel echt poepie heet hier. Dit is mijn outfit, vliegtuig outfit, lekker in een abaya, lekker luchtig. Die ik heb gehaald en mijn Gucci hoedje. Ik ga even mijn lippen insmeren, want die zijn dry as fuck. Met Laneige Cherry. Love it. Jongens, we zitten lekker. Siertje voor iedertje. Oh, wat lekker zeg. Really? Gezegde van die dokter Phil, Steve, die kale. Ja, die donker. Die donker. Die snor. Juist. Ja. Dat hij zegt, als je eenmaal gevoeld hebt hoe first class voelt, wil je nooit meer terug naar een ja. Ander. Nou, cheers. Ja, die cheers man. Cheers. Live, hè, met jezelf. Cheers. Ja, dit is wel. Nee, ik ga het laten hangen. Heel blij dat we baby tv hebben. Anders gaat het niet worden. Jammer dat ze geen Miss Rachel hebben. We weten gewoon dat die hele safe goed zou zijn. We hebben een beetje speelgoed gehad. En meneer. En een dekentje. En ja, wat zit hier allemaal in? Dat ga ik jullie zo laten zien. Ja, iedereen echt heel leuk.
aan het slopen. Niet normaal hoe druk deze jongens worden. Ik heb mijn leven overgenomen dit. Yes, guys. Ja, ja.